We leven in een enorme prothese die ons in staat stelt onder de zeespiegel te werken, te wonen, te recreëren, te landbouwen enzovoort. En die prothese die stelt gewoon eisen dat er zo nu en dan echt goed onderhoud aan gepleegd wordt. Dus je kan wel roepen dat Nederland is af en de maakbare samenleving is passé, maar het land waar wij wonen vraagt dat permanente onderhoud en verbouwen. As former governmental advisor on landscape and one of the directors of HNS Landscape Architects, Dirk Simons explains, the Netherlands is a mostly man-made body of land. And as it is situated partly below sea level, water management is a big concern. Luckily, mastering complex water issues is precisely what HNS excels in. Bijvoorbeeld veel aan de waterkant, mooie nieuwe rivierdijken en zeedijken. We hebben een bureau wat zowel in ontwerp als onderzoek als ook onderwijs actief is. We hebben die drie componenten, alle drie, altijd gedaan. Currently, one of their major projects is the National Park de Hoge Veluwe. A nature area spanning 55 square kilometers. The redesign is based on the idea of articulating the characteristics of the various landscapes that can be experienced there. We hebben hier het vernieuwingsplan gemaakt, revitaliseringsplan zou je kunnen zeggen, en gekeken waar we mee verder konden, welke dingen we kunnen versterken en kunnen gebruiken in het nieuwe plan. Dit is het voorbeeld van de belangrijkste ingreep, een doorbraak eigenlijk in het bos die we hier gemaakt hebben. Door hier bos weg te halen is eigenlijk in één klap een verbinding gemaakt van het centrumgebied naar het open landschap. Wat hier vlakbij ligt, hierachter ligt het Pampelse Zand. Dat is eigenlijk een soort voorportaal van de grote wildbaan die weer een stuk verder op ligt. En dat is echt het Hoge Veluwe gevoel, zal ik maar zeggen, met de heide en het schaalgrasland en het stuifzandgebied. Dat ligt hier vlakbij. Maar doordat die bos was, was dat eigenlijk vanuit het centrumgebied helemaal niet ervaarbaar. En dat is een thema wat hier speelt, maar wat op heel veel plekken in het park terugkomt. Het feit dat je een landschap maakt wat voor een groot deel natuurlijk al aanwezig is, dat is een belangrijke kwaliteit van deze plek. Ja, en verder is het werken in zo'n historische situatie is heel bijzonder. Daar past wel enige bescheidenheid. En als je hier nou weer over een paar jaar komt, vind ik het niet erg dat mensen het heel mooi en prettige plek vinden zonder dat ze misschien heel precies kunnen benoemen dat daar nou de landschapsarchitect zijn ingrepen zitten. En dat zit door heel veel projecten van HNS eigenlijk heen. Een soort bescheidenheid, heel erg doorwerken op wat je aantreft als je op een plek komt en kijken hoe je daar op verder kunt borduren en dat sterker kan maken. We hebben het idee dat dat democratische landschap, wat we met z'n allen maken, dat wij daar als landschapsarchitecten een erg belangrijke rol in gespeeld hebben en spelen. We zijn een van de wortels van die Nederlandse ontwerptraditie, die heel utilitair is, vaak zonder veel toeters en bellen, maar bij elkaar, hè, ik bedoel veel van die landschappen, die zijn nooit voor de kijkcijfers gemaakt, maar zo nu langzamerhand er tegenaan kijkend zien heel veel mensen, niet alleen uit Nederland zelf, maar ook van daarbuiten, hoe bijzonder het eindresultaat is. Ja, je zou kunnen zeggen dat het wonder van het Nederlandse landschap is een enorme verscheidenheid. Het andere bijzondere is dat het vrijwel constant, maar in een deftig tempo aan het veranderen is, want het landschap is de resultante van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. En zo hebben we, nou ja,
zeg maar, de laatste halve eeuw. Van 1950 tot diep in de jaren 90 gezien hoe dat Nederlandse landschap in een moderne agrarische productiemachine is veranderd door de ruilverkavelingen en landinrichtingen. Maar ook de transitie naar duurzame energiebronnen, ook dat zal het Nederlandse landschap weer veranderen. Dus het is constant in verbouwing, maar wel op, laat ik maar zeggen, de printplaat van wat eerdere generaties gedaan hebben. Deze kan moet eerst, hij moet eerst. Vingers weg. Ja. Precies, aansluiten. Vrienden, het is geweldig. We staan hier bij de maquette die we van de Randstad gemaakt hebben. Wat je hier heel goed ziet op deze kaart is dat er eigenlijk helemaal geen flexibiliteit meer zit in het systeem. We hebben geen mogelijkheden om water op te slaan. Als het een tijd lang heel hard regent, krijgen we het niet meer weg. En we hebben geen mogelijkheid om water op te slaan voor droge periodes. Want niet alleen hoogwater is een gevaar, ook laagwater is een gevaar. Hier hebben we in het Rijnsysteem, op de plekken waar vroeger de inundatievlakken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie lagen, gezegd van nou, dat zouden mooie plekken zijn om aan watervoorraadvorming te doen. En die turquoise meertjes, dat is het nieuwe water wat we toevoegen. Nieuw water om, als het hard regent, het water te kunnen bergen, dat je geen natte voeten krijgt in de stad en zowel het zomer- als het winterpeil echt gegarandeerd is. We zien de laatste jaren dat we ook in het buitenland wel voor dingen gevraagd worden. We hebben in Rusland werk, in Duitsland, veel werk in België. In New Orleans zijn wij onderdeel van de Dutch Dialogues, waar we samen met de mensen uit New Orleans en het Army Corps of Engineers aan het nadenken zijn over alternatieven voor een integraal waterveiligheidsplan voor niet alleen New Orleans zelf, maar ook voor de Delta als geheel. Dus voor specifiek dat soort klussen worden wij in het verre buitenland wel gevraagd, ja.